Ik ga voor het eerst een weekvlogje maken. Ik ga jullie meenemen in mijn week, of voor degene die erop zit te wachten, meenemen in mijn week. Ik heb een drukke week, voor mij doen een drukke week. Ik ga beginnen met vandaag, maandag. Ik ga eerst even bloed prikken voor mijn halfjaarlijkse controle voor mijn schildklier. Vanavond ga ik naar de bingo, dus de bingo van FC Centrum. Ontzettend leuk platform waar ik ook samenwerking mee heb. En die hebben de bingo vanavond in de Kleine Comedie in Amsterdam. Dus dat ga ik doen en nou ja, ik wil je graag meenemen. Ik zal je eerst even mijn outfit laten zien voor vandaag. Het is nog een beetje koud, dus ik neem wel een beetje een risico met mijn dunne suede jasje aan. Omdat het gewoon nog hartstikke voorjaar is. Gewoon fucking koud af en toe. Maar ik ga het risico nemen, want ik vind hem zo leuk, mijn jasje. Die kocht ik van de winter al in de uitverkoop op ASOS. En nou, ik kan gewoon niet wachten met hem dragen. Dus dat kou lijden, dat ga ik, dat ga ik gewoon wel voor lief nemen. Nou, daar staan we dan, aangekleed, gaat uit, op weg naar de Kleine Comedie, naar de FC Centrum bingo. Gezelligheid, hè? Ja, we zijn er helemaal klaar voor, helemaal klaar om te winnen. Oude lullen. Ja, I love gebeuren. It. Bingo. Ja, maar dit wordt geen oude lullen, dit wordt echt heel erg gezellig. Dit wordt volgens mij wel aangehaald. Dus we gaan die prachtige Amstel achter ons laten en dan op naar de... Naar de bingo in de Kleine Comedie. Ga binnen. Toeristen. Het is er veel te druk en zogenaamd geen rust meer te vinden. Alsof er alleen maar kaaswinkels, Nutella shops en souvenirwinkels zijn. Allemaal geklets. Allemaal bullshit. Sorry. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en dat betekent dat ik vandaag podcast ga opnemen. En ik zou er vandaag, of het is de bedoeling dat ik er 3 opneem vandaag. Ik krijg een hele leuke gast. Waar ik ontzettend naar uitkijk. Maar alles loopt een beetje de soep in. De meiden werden vanochtend niet opgehaald door leerlingvervoer om naar school te gaan. De overmaat van ramp zit onze producent Sander in de file. Dus alles loopt uit. Alles loopt een beetje moeizaam. Een heerlijke begin van de dag. Hi. Hey, ja, groot. Ik had een heel klein broederke verwacht. Nee, ik ben ook gewoon groot. Hey. Oh, wat heerlijk. Ik ben de kleine. Hoi. Ik ben een kleintje erbij. Hoi. 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 Orlando. Dat is een lekkere wit. Ja. Ja. Klasse, maar. Ja, dat is grappig. Hier is de wc. Hey. Nou, wat leuk, jongens. Is ja, gezellig. Hoor. Hoi. Hoi, Björn. Hallo. Hoi, Björn. Goed, met jou? Ja, ik vind het helemaal spannend dat je er bent. Echt? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dan heb ik er weer een dag op zitten, een dagje podcast. Mijn bloemetjes die ik van broeder Joep kreeg staan op het water. Mijn haar is omhoog en mijn oorbellen zijn uit.
En ik ga lekker genieten van mijn dag. Even lekker bijkomen. Het was een ontzettend leuke dag om podcast te maken. Broeder Joep komt dus. Jullie krijgen hem nog, jullie krijgen nog te zien wanneer hij uitgezonden wordt. En, het was een ontzettend leuke, informatieve podcast. En ik hoop dat jullie er net zoveel van gaan genieten als dat ik ervan genoten heb om met Joep te mogen praten. Want het was echt heel feestelijk. Vandaag, ik hoor net dus dat het woensdag is. Ik zeg, wat voor dag is het eigenlijk vandaag? Gisteren heb ik een heel drukke dag gehad met podcast opnemen. En het was echt een heerlijke dag, maar vandaag lig ik er dus wel echt vanaf. Dus ik kreeg lekker een bak koffie in bed van mijn man. Everything will be fine. Nou, dat geloof ik dan maar, schat, dat dat zo is. Ja, alles komt goed. Mijn vriendinnetje Aisha zou eigenlijk koffie komen drinken vandaag. Die had een bespreking, dus die kon geen koffie komen drinken. Vind ik niet zo heel erg. Ik vind het wel heel erg dat ik Aisha niet zie, maar ik heb vandaag echt even nodig voor die recovery. Dus het is mijn bijdrage, denk ik, voor vandaag. En hoe is het met jou, schat? Ja, goed. Ja. Ja. Volgens mij hebben we niet heel veel te doen vandaag. Nou, ik denk dat we dat maar moeten ervoor moeten zorgen dat we niks te doen. Misschien een wandelingetje maken, misschien ook niet. Fuck it, we zien het wel. Koudvoeten, lekker de kachel aan doen. Even je koude voeten, schat. Ja. Ik kon vannacht niet slapen van de koude voeten. Het is toch weer dat vieze, verneukige. Dat je denkt, nou lekker, het is maart. We krijgen een beetje mooi weer en dan moet je gewoon de kachel aan doen. Het is al bijna april, zo goed als. Gelukkig hebben we een kachel. Deze was goed gevouwen, toch? Wat? Gevouwen. Oh, schat, ga je ook weer naar beneden die was vouwen? Ga je ziek van die was, word ik? Je bent niet gevouwen, toch? Maar we zitten dus raadje, plaatje te doen. Ik moet dus geld raden. Hoe knullig zijn we? Hoe oud zijn we? 57 en 44. Hoe cool is Zweden dan? Die hebben gewoon Pippi Langkous op hun geld staan. Wat doen we hier nog? We gaan naar Zweden. Maar wat heb je daar? Ja, we zien de afbeelding van Queen Elizabeth. Maar het zijn Australische dollars, Canadese. Dollars. Australische of Canadese. Elizabeth naar dollars staan. De dollar. Queen Elizabeth op de dollar. Niet dat ze geen ander plaatje hadden, dat ze dachten Pippi was al, Pippi Langkous was al uitgekozen, dus hebben ze maar van de Bahama's. Bahama's. Oh. Ja, heb je nog een leuk weggevertje voor me? Kan ik nog wat stoms raden vandaag? Ik ben er aan toe. Hey, deze is leuk. Ja, stomme raadspelletjes. Die wist je niet. Die wist ik echt wel. Oh ja, dat omdat Mia daar vandaan komt. Ja, Mia komt hier vandaan. Trinidad en Tobago. Trinidad en Tobago. Ja. Dat is niet Pippi Langkous. Niet Pippi Langkous. Maar deze heb ik nog helemaal niet gedaan. Maar dit is echt stom. Ik vind dat je een slechte showmaster bent, want hier wordt het gewoon, hier staat dat het Singapore is. Tobbe. You suck at it, Orlando. Waar staat deze dan? Wat is dit? £5. Shilling. Je bent echt stom, jongen. Echt, je hebt gewoon alles afgedaan, behalve in het land waar het vandaan komt. Oh, dat staat hier. Oh. Ik denk dat ik na dit spelletje al mijn abonnees kwijt ben. Nou, last, but certainly not least. Nou, kromroffel. Nou, kom op, Quizmaster. Bank of Canada. Bank du Canada. Oh, godverdomme. Nou, ook niks uit. Nou, dat was het. Volgende keer moet je echt een ander spelletje. Want je bent een weinig alerte Quizmaster. Orlando. Maar hoe noem jij je zus nou? Emo. Emo girl? Ja. Verder dan met de emo girl. All I want is een emo girl. Wat? Wel een shalom. Weet ik, maar dit is lekker toch? Oh. Kijk. Shalom. Shalom. Oh ja, en denk er nog maar over na of misschien Martin Meiland kunnen terugkijken, of wat was het ook alweer? Ik wil helemaal niet naar Martin Meiland kijken, schat. Maar wat was er ook alweer op set? Nee, Massa's Kassa of zo, weet ik veel. Maar ik wil dat eigenlijk allemaal niet kijken. Massa is Kassa, zo leuk. Nou, daar ben ik dan. Ik heb de donderdag gehaald. Ik moest gisteren echt even uit de dood herreizen. Gisteren was voor mij even een echte recovery dag. Nou ja, zoals je hebt kunnen zien op het filmpje.
Dinsdag heeft altijd een, of zo'n podcastdag, heeft gewoon, dat is gewoon heel vermoeiend voor me. Heerlijk hoor, maar wel vermoeiend. Dus gisteren was ik gewoon een dood bloempje. Nee, je hebt het gezien. Ik heb alleen even een frisse nasen gehaald. En dat is wat lekkere van waar ik woon. Aan het einde van de straat begint Amsterdam. Als ik naar links ga, ben ik zo in het centrum. Ga ik naar rechts, dan rijd ik gewoon de weilanden in. Dat is wel heel erg lekker als je dan hier woont. Dus ik denk dat dit mijn outfit of the day wordt. Lekker basic. Ik moet ook ongesteld worden. En dan wil ik eigenlijk gewoon dingen aan die comfortabel zijn. Dus dit is wel een lekkere comfortabele look. En wat vind je van de boodschap? Don't be a cunt either. Wat heb Noortje bedacht? Om hier wormen in te doen, moet je zulke façade. Maar ik ga dat ding denk ik er niet omheen doen. Ik heb er ook geen tijd meer voor mogen. Je hebt geen tijd? Je kan nog de hele avond eromheen wikkelen. Nee, maar voor dit ding hier zul je eraan halen. Nee, één ei is geen ei. Twee ei is een half ei. Drie ei is een paas ei. Maar misschien zeggen vier ei is... drie ei is een normaal ei. Vier ei is een goud ei. Gisteren was onze vegetarische dag. Vandaag even een lekker stukje vlees. En dat is vandaag de merkersworstjes van mijn favoriete slager, Turkse slager in de Verswindenstraat. Lekker met gewoon een simpele salade. Een pita broodje, of hoe noem je dat? Weet ik veel wat voor brood. En ik eet glutenvrij, dus zonder flatbread, maar echt niet minder lekker. Goedemorgen. Het is, ik neem het voor de tweede keer op. Ik heb het hele verhaal afgestoken en toen had ik dus niet opgenomen. Dus ik ga weer zeggen, goedemorgen. Het is 1 april. Ik ben vandaag 10 jaar gestopt met roken. Wat vertelde ik net ook weer voor een mooi verhaal? Nou, dat je er heel blij mee was, dat je het niet dacht dat je dat zou gebeuren. Dat ik het niet zou halen. Dat ik nooit had verwacht dat ik dat zou redden. Ik dacht dat ik het niet vol ging houden. En ik droomde er altijd van dat ik dan tegen een kindje kon zeggen van, nou, ik rook al 10 jaar niet meer. Nou, ik heb het nu eindelijk behaald. Het is dus zaterdagochtend. Het is 9:15 en wij zijn op weg naar de World Fashion Center. Ik kreeg van Nicole van Ophelia een uitnodiging om langs te komen, want het is sale. 2 keer per jaar hebben ze zo'n sale. Ik heb niet zo goed geslapen ook. Het is echt een te stom verhaal. Ik had namelijk mijn man heel erg bang gemaakt met een of ander spookverhaal. Met plaatjes en zo. En hij had nergens last van. Maar ik kon er gewoon niet meer van slapen. En ik moest ook nog heel nodig plassen. Vannacht, want toen durfde ik dus niet mijn bed uit. Omdat ik helemaal bang was gemaakt geworden door mijn eigen verhaal. Nou ja, lekker kinderachtig. Maar goed, 44-jarige vrouw, we hebben ook dat soort dingen. Opgewekt humeur, ik ga ervoor. Ik heb de fashion sale overleefd in het World Fashion Center. Ik heb amper wat gefilmd, want Fashion Center sale dagen, dat zijn 2 keer per jaar. En dat is gewoon huishoudbeurs on steroids. Het is echt krankzinnig. De mensen, vrouwen met koffers die er naartoe komen om hun slag te slaan. Je hebt natuurlijk wel hele leuke aanbiedingen. Ik ging dus met weinig geld er naartoe, want ik dacht, nou, ik heb helemaal niks nodig. Hey, hoe stom ben je, weet je wel, als je de kat op het spek bindt en dan denken, nou, ik heb niet zoveel nodig. En ik heb dus gekocht en ik ga jullie laten zien wat ik gekocht heb. Ik ben er ontzettend blij mee, dus ik ga jullie laten zien wat ik gekocht heb. Dit is de eerste die ik je ga laten zien, die is van Matt Fashion. Het is een grote maatlijn voor de vrouw met een grote portemonnee. Want het is wel een vrij duur merk, maar het is een heel mooi merk en ze hebben echt altijd hele mooie spullen. Ik ben er wel fan van. Deze had ik me dus meteen aan laten praten. Dat vind ik stom, want ik weet dat wit mij goed staat, maar ik ben zo'n vieze rik. Het hield me een beetje tegen. Ik zei van ja, maar hij wordt zo snel vies, maar ze hadden gelijk. Hij is gewoon echt enig. Het is een... Afgelopen zomer had ik ook een hele mooie jurk van Matt Fashion gekocht. Gewoon voor de volle prijs. Ik vond het echt een uitgave. En die wapperde dus zo mijn bakfiets in mijn spaken. Dus die hele jurk was aan gort getrokken. Midden op de Amstel stond ik.
met een halve jurk nog aan. Dus deze ga ik zeker niet aantrekken op de fiets. Want daar heb ik mijn lesje wel van geleerd. Maar kijk hoe lekker die is. Lekker zo smerig. Ja, ben ik blij mee. En dan zijn mijn bloemetjes weer binnengekomen. En nou, die ga ik even lekker op het water zetten. Vinden ze vast wel lekker. Nou, het blijkt dus helemaal mijn geluk zaterdag te zijn, want ik had vorige week soft refold BH's besteld. En ik had er heel lang toch al over getwijfeld, omdat ze best wel aan de prijs zijn. Het zijn gebreide BH's. Ik zal hem even openpulken ondertussen. Gebreide BH's zonder beugel. En ze schijnen helemaal lekker te zitten en helemaal prettig te zitten. En waarom ik dan voor zo'n gebreide BH zonder beugel ga, is omdat... Wacht, voor even herrie maken om het open te krijgen. Dat zal ik vertellen. Ik heb zo'n anderhalf jaar geleden heb ik mijn borstimplantaat laten verwijderen. Puur omdat het vermoeden er was dat ik daar ziek van werd. En alle testen wezen eigenlijk er al op uit dat ik er ziek van werd. En er was maar één echte manier om erachter te komen, is om ze dus te verwijderen. Nou, ik heb ze dus verwijderd en het herstel begon gewoon al in de verkoeverkamer. Het was bizar. Weet je, een van mijn rare symptomen was is dat ik op mijn borst hier zo, had ik altijd een hele rare, ondefinieerbare uitslag. En de dokter die kon er niks mee, die snapte het ook niet. En dat zat dan eigenlijk zo om waar die implantaat aan eindigde, zat het er zo omheen. Ik word wakker uit die verkoeverkamer en ik ging dus kijken wat ik nog over had. En dat was meteen weg. Die uitslag was meteen weg. Ik heb ze dus ook meteen op laten hijsen. Ik denk, nou weet je, dat ik er toch ben, laat ik ze meteen even optakelen. En daar heb ik ook geen spijt van. Het is, er is niet veel van afgegaan. 100 gram per borst of zo aan vel. En nou ja, in de optakeling prachtige mooie tetten gekregen. Maar die littekens, ik heb echt behoorlijke littekens onder mijn borst. Zo'n klassieke anker heb ik. Het is heel mooi geheeld. Het is nog aan het hele. Hij zei van nou, na een jaar of twee, dan vervagen de littekens en dan wordt het een... dan zie je het bijna niet meer. Ik ben nu dan, nog niet eens anderhalf jaar verder. Maar de littekens blijven dus zo gevoelig dat ik eigenlijk geen BH meer kan dragen. En nou vind ik dat zelf helemaal geen probleem, want ik vind het heerlijk om geen BH aan te hebben. Maar ja, er zijn toch ook dagen dat je de straat op moet. En er zijn ook dagen dat je iets aan hebt waar gewoon een BH'tje onder hoort. Dus toen ben ik maar op zoek gegaan. En mijn vriendin had al gezegd van, nou, dat is echt een hele goede BH. En het is dus de Soft Refold, een gebreide BH. En ik zal ze eventjes uitpakken. En een beetje een roze genomen als huidkleurig en een zwarte. En die zwarte die was volgens mij €85. Vind ik best duur. Vroeger gaf ik dat wel uit, maar ik had een hele mooie sexy BH. Dit is een gebruikte BH, weet je. Het wordt er niet echt geiler op, maar goed. Je mens moet toch wat. Dus ik heb dit besteld. Wat is dat? Oh, het is heel rekbaar. Op het plaatje ziet het er dus zo uit. Nou, het ziet er helemaal niet zo heel slecht uit. Nogmaals, ik kom niet meer... ik ben van het functionele geworden. Ik kom niet meer per se zo sexy. Als het niet lekker zit, dan trek ik het ook gewoon niet meer aan. Dus voor het functionele. Dus ik heb dan een zwarte genomen. En ik zal die andere er ook even uithalen. En dit is dan ja, een beetje beige, roze-achtig, wel schattig. Ik ga er eens even eentje aantrekken. Ik ga eens even kijken of het, wat het doet. Kijk, er zit, je kan het niet echt zien natuurlijk.
Maar er zit hier een versteviging in gebreid. Het zijn dus gebreide BH's. Die dus die support moet geven. Nou heb ik niet zo gek veel borsten overgehouden. Ik heb geen dikke memmen. Ik heb, ja, ik denk vanwege de breedte een D-cup. Maar ik heb maar een D-cup ook besteld om te kijken. Ik ga er even eentje aantrekken en dan ga ik het van je laten zien. Nou, ik heb me erin getakeld. Ik heb me altijd laten vertellen dat je, als je een BH koopt, dan moet die op zijn grootste... op de grootste maat, de afstanden, moet die dan heel strak zitten. Want omdat het allemaal nog een beetje gaat rekken. Dus dat een beetje de norm is om aan te houden. Een beetje sexy met mijn broek op 10:30. Maar ik heb hem aan. En nou, er pauwt niet van alles overheen. Ik heb een 95D dan genomen. En ik moet je zeggen, hier zit dan dat support... Raar zo met je titel zo. Maar hier zit dan dat support stukje... En ik moet zeggen, ik voel hem wel. Maar ze zeiden dus ook van, nou, hij moet even naar je lijf vormen. En je krijgt ook helemaal instructies opgestuurd hoe je hem moet stellen. Maar hij moet dus naar de warmte van je lijf vormen. En dan moet hij dus helemaal lekker gaan zitten. Nou, ik vind het niet... ja, het zit wel allemaal netjes in mijn gebreide nek. Ja. Ik ga die roze ook even passen. Ik denk dat ik deze wel ga houden. Ja, het zit wel prettig, meiden. Het is wel... ja, ik moet die bandjes nog even stellen. Maar het zit wel echt heel prettig. Ik ga die roze aan doen. Nou, ik heb hem dus aan. En die roze lijkt op de een of andere manier echt meteen veel zachter te zitten. Misschien is dat een ander wolletje. Ik weet het niet. Hij zit echt een stuk zachter. Nou, wel brede bandjes. Het moet dus eventjes gaan vormen. Ik zal eens eventjes mijn shirt aantrekken om te kijken hoe dat er dan onder staat. Maar ik denk dat als je grote borsten hebt, dat dit ook wel heel prettig zit. Want je hebt wel die support aan de onderkant. Ja, zal ik eens even kijken. Ja, ik denk dat ik deze ook wel heel lekker vind zitten. Ik denk dat ik hier een hele goede koop aan heb gedaan. En dat als je gevoelig bent voor beugels en dingen, dat dit best een aanwinst kan zijn. Ik ga hem nog even aanhouden, ik kom zo bij je terug. Nou, dan ben ik weer met mijn tietenverhaal. Ik ben nu een uurtje verder. En ik snap nu wel wat ze zeggen, dat hij eventjes dat hij een beetje naar je lichaam moet vormen. En nou, er staat hier ook heel veel vrouwen. Weet dus kennelijk ook niet hoe je een BH moet aantrekken. Ik wist dus ook niet. Er staat scoop, scoop en swoop. Breng je borst met je hand naar voren, zodat je borst vol in de cup valt. Gebruik de elasticiteit van de bralletten en plaats de cup over je borst. Hoe je dit het beste kunt doen, zie je in de how to wear filmpjes. Nou, ik wist dus niet dat ik niet wist hoe je een BH moest doen, maar ik ben er blij mee. En ik denk dat ik over een maand of drie hier nog maar even moet kijken of het nou ja, de investering waard was van het dure geld. Wat die eigenlijk gekost heb. En of dat dan echt duur was. Of dat het een goede koop was. Ik pin me er niet op vast. Maar als je over drie maanden denkt, hé, hoe zit het met die BH's van Nelletje? En je weet me te vinden. Goedemorgen. Het is zondagochtend. Ondertussen, ik heb me verslapen. En dat is niet handig, want mijn zus die komt zo en dan gaan we samen naar de nagelstudio lopen. Want het is tijd voor de nieuwe nagels. Ik had eigenlijk mijn haar willen feunen. Nou, dat kwam er niet voor. Daar was ik dus het laatst voor een beetje uitgestapt. En nou, voor de look, de outfit of the day. Ik trek vandaag deze aan. Ik denk eigenlijk dat ik het best wel koud ga krijgen. Want het is volgens mij een graad of 10 vandaag. Maar dan, met het zonnetje, weet je wel. Dan ga ik dat altijd riskeren. Dan ga ik wat veel te koud gekleed in het begin van het voorjaar. Omdat ik gewoon niet kan wachten tot het weer lekker wordt. Maar dit is dus het outfit of the day. Gewoon een zwarte spijkerbroek,
trek mijn Essex aan omdat ik 7 kilometer ga lopen. We gaan altijd wandelen naar de nagelstudio, dus ik kan wel een paar goede loopschoenen gebruiken. Dit jasje heeft mijn man geschilderd. Dus dat is natuurlijk een van mijn lievelingsjasjes. En een sjaaltje om. Ik loop te hijgen als een postpaard. Maar dat komt omdat de pollen alweer lekker in de lucht hangen en mijn hele kop alweer vol snot zit. Dus als jij denkt, wat heeft die vrouw wat zwaar? Nee, dat is hooikoorts en allergieën. Maar goed, dit is mijn outfit. En ik ga lekker naar de nagels met mijn zus. En nou, ik heb er zin aan. Ik moet dus alweer om mezelf lachen. Gelukkig kan ik om mezelf lachen. Zondag, elke zondag schoon ik lekker mijn bedje. En dan is het nu, dus ik hang zo mijn deken lekker buiten te luchten. En het is nu dus best wel lekker lenteweer. En dan sla ik meteen door, weet je wel. Net als dat jasje wat eigenlijk veel te koud was. Het was echt te koud. Dan denk ik, ja, moet ik dan maar meteen de zomerdeken erop gaan leggen. Ik begin nu wel dat ik s'nachts al een beetje begin te zweten. Maar ja, april doet wat hij wil. Het kan natuurlijk van de week gewoon weer s'nachts gaan vriezen. Dus ja, dilemma. Ik doe nog 1 weekje mijn winterdeken. En dan kijk ik volgende week wel weer of we nog nachtvorst hebben gehad. Of weet ik wel wat. Dit zijn trouwens mijn nageltjes geworden. Je kan het niet zo goed zien. Maar het is lila met een gouden randje. En ik helemaal... In die paarsfeer ben ik terechtgekomen. Maar goed, wat ik wel heb besloten is dat ik lekker mijn wasje buiten ga drogen. Want het waait en het is zonnig, dus ik ga wel lekker mijn wasje buiten drogen. Ik zie de kneuterigheid ten top, want ik kan hier dus gewoon echt van genieten. Loop ik net door Amsterdam, weet je wel, dan zie ik overal wasgoed buiten hangen. Ja, en dan word ik daar een heel gelukkig meisje van. Hoe simpel wil je het hebben? Nou, we sluiten onze zondag af met een lekker stukje vlees. Ik moet nog even nagaren en een simpele salade. Tot een einde aan mijn weekvlog. Ik vond het erg veel. Een fucking speelfilm. Laat me weten of je het wat vond. Of je zegt van nou, een leuke weekvlog. Misschien moet ik een dagvlogje doen. Of de shopvlogs blijven sowieso. Die blijf ik sowieso doen. Laat me weten wat je ervan vond. Als je het leuk vindt, laat het me ook weten. Ik ga er een einde aan breien, dan kan ik eventjes deze in elkaar editen, zodat die klaar staat dinsdag.